Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een gloednieuwe City Skylines video. En vandaag in City Skylines gaan wij beginnen aan een nieuwe stad en die gaan we ook meteen een naam geven. Tenminste, waar kunnen we ook eens die naam veranderen? Normaal gesproken kan ik ergens die naam veranderen, maar waar of waar kan dat? Eens even koekeloeren. Nou ja, dan heten we gewoon Santa Palma. Oké. Ik had eigenlijk gewoon Gold City willen heten, maar dat maakt helemaal niks uit. Want wij gaan vandaag flink knutselen. Want wij gaan het eerste begin en de eerste start van onze stad maken. En ik ga daarvoor een paar dingetjes even kijken. Oké, het water stroomt dus naar rechts toe. Dat is mooi. Want dan kunnen we hier dus dadelijk het water eruit pompen. Hier zo het smeerwater terugpompen. Oké, wat is de planning? We hebben hier dus een weg. Even kijken. Ja, we moeten gewoon gaan beginnen met een klein huisje of zo. Een kleine stad te bouwen. En laten we dan gewoon gaan beginnen. We gaan beginnen met... eventjes kijken. Ja, want we komen een soort van de snelweg. Daar komen we van af. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen... kijk, ik zou bijvoorbeeld dit kunnen maken. Dit is een van de constructies die ik wel eens vaker maak. Kijk, zo'n constructie. En dan is het namelijk zo van... je mag eigenlijk alleen deze kant uit. En vanuit hier mag je dus eigenlijk alleen deze kant... Oh, wacht. Nee, dat is fout. Dit is fout. Ik heb een verkeerde weg. Oeps. Ja. Ja, we got a little bit problem. I think so. Oké, dit is niet zo goed. Oké, wat gaan we doen? Jij moet vandaan naar daar eigenlijk. Oké, dit kan dus niet meer. Eens even kijken. Oké, ik heb het alweer allemaal gesloopt. Dan gaan we het gewoon helemaal opnieuw bouwen, potverdorie. Ik was even niet aan het opletten en dan krijg je dat wel eens. Kijk, want we hebben eigenlijk nodig een dubbele baan naar die kant. En dan een beetje naar deze kant en naar deze kant. En dan vanuit hier zo kunnen dan de mensen hier zo de stad in rijden. En dan vanuit deze kant kunnen ze dan weer de stad soort van uitrijden. Kijk, en die sluit ik dan weer aan hierop. En dat doe ik zodat mensen alleen maar vanuit één kant gaan komen. Want anders heb je dadelijk dat het allemaal dubbel gaat lopen. Hier allemaal van die rondjes gaan draaien en allemaal dat soort rare dingen. En dat kunnen wij niet gebruiken in onze stad. Wat ik trouwens ook meteen even doe, is het volgende. Dan sluiten we even meteen een weg aan voor het industriegebied. En die koppelen dan gewoon, even kijken, hier zo ergens op aan. Zo, kijk. En dan koppelen we die ook weer gewoon terug. Zo, hopsakadé. Voilà. Nou ja, de eerste wegen liggen. Het ziet er echt heel raar uit. Maar dat maakt helemaal niks uit. Oké, nice. Let's build de eerste stad. Oké, eens even kijken. Wat hebben we ervoor nodig? Een iets kleinere weg. Nou, misschien een rotonde eigenlijk. Dat best wel handig kan zijn. Kijk, als we deze dan aansluiten op de rotonde... En dan dat wij hier zo weer één zo'n weg aansluiten van die rotonde naar daar. Dan kunnen hier in ieder geval de auto's weg en hier zo de auto's erin. Nou, hier hebben we heel weinig aan. Maar hier zo hebben we wel weer iets meer aan. Want hier zo kunnen we dan bijvoorbeeld de eerste stad neerleggen. En dat was eigenlijk ook een beetje mijn planning. Nou, het is een beetje een scheve stad aan het worden nu al. Het gaat nu al gewoon compleet fout. En dan dat wij hier zo gewoon een eenrichtingsweg van maken. Oh ja, tuurlijk heb ik het. Ik heb het nu alweer verprutst, hè. Want dit moest eigenlijk een eenrichtingsweg worden. En wat doe ik? Ik maak er een dubbele richtingsweg van. Ik kan dat nog natuurlijk wel aanpassen, maar dat gaan we lekker niet doen. Want we hebben eigenlijk natuurlijk inkomsten nodig. En die gaan we daar dadelijk vandaan halen. Wat ik namelijk ga doen is het volgende. Even kijken, wat is hier de wijsheid voor? Ook een rotonde neer te leggen, denk ik. En dan sluiten deze ook even aan met een eenrichtingsweggetje. En dan gaan wij hier gewoon even een dubbele richtingsweg. Kijk, hop, 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 hop. En dan sluiten we deze ook aan. En dan doen wij hier nog eventjes van daar naar daar en van hier naar hier. Zo, voilà. Dan wordt dit het industriële gebied en dit wordt gewoon de stad. En wat we dan nog eventueel even kunnen doen, dat is misschien wel handig om hier dan gewoon toch deze nog even neer te leggen. Want dan hebben we toch net iets meer woningen die we dadelijk kunnen gaan bouwen en die hebben we dadelijk nodig. Want zonder inwoners hebben we natuurlijk ook geen mensen die in een fabriek kunnen gaan werken. Oké, eens even kijken. Dan gaan we dit even inkleuren zo voor de steden. We pakken gewoon deze even bij. En dan gaan wij alleen deze kant gebruiken zo. Kijk, hopsakadé. En dan doen we hier de binnenkant doen wij helemaal volledig vol met woningen. En dan pakken we dadelijk de buitenkant die meer naar het water ligt. Die gebruiken we dan weer voor allerlei leuke winkeltjes en zo. Zo hebben we natuurlijk
Oh, dit is niet goed. Oh, hier mag helemaal niks komen. Potverdorie. Zo, mooi. Want dan hebben we dadelijk gewoon alles wat we nodig hebben. Oké, deze moet dan even worden uitgewist. Hallo? Kan ik die niet uitwissen? Ja, oké, nice. En dan komen hier zo... Wat? En dan komen hier zo de winkeltjes. Oké, even kijken. Woningen, winkeltjes. Oké. En dan komt hier zo komt het bedrijventerrein. En die zetten we dan weer hier zo neer. Kijk, hopsakadee. En ja, weet je wat? Die vullen we gewoon meteen op. Want hier mogen gewoon allemaal bedrijven komen. Alleen het enige probleem waar ik wel een beetje bang voor ben... is dat het gewoon half leeg komt te staan. Omdat we gewoon nog geen inwoners hebben. Maar daar gaan we zo meteen vanzelf achter komen. Want we gaan nu eerst gewoon even dit zo bouwen. Ja, ik weet niet of het slim is om dit zo aan de rotonde te leggen, maar we doen het gewoon. En anders gaan we dat dadelijk gewoon uiteindelijk nog weghalen. Dat kan natuurlijk altijd. Zo, voilà. Tot en met hier maximaal. En dan doen we dat hier ook nog. En dan houdt het hier gewoon op. Want dan gaan we hem hier gewoon nu laten... Oh, wacht, nee, we moeten... Oh, ik vergeet gewoon de riolering. Ik vergeet alles aan te leggen hier. Oké, dat is lekker handig voor mij. Kijk, dan doen we dit gewoon zo. 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 En dan hebben we er hier eentje nodig die dan hier zo naartoe gaat. Kijk, hopsakadee. Hop. Hop. Nee, dat ben je niet. Dit ben je gewoon niet. Nou ja, dan leg ik hem gewoon een beetje krom neer. Zo. En dan sluiten we weer terug aan. Voilà, oké. Okay. Mooi, dit is aangesloten, dit is aangesloten. Dan moeten wij even kijken, hier zo een pomp neerleggen voor het water weg te voeren. En dan hebben we hier... Oké, hier mag je wel. Nice. En dan hier zo om het aan te voeren. Tenminste, zeg ik dat goed? Ja, ik zeg dat helemaal goed volgens mij. En dan hebben we nu nog stroom nodig. En dan zijn we eindelijk zover dat we dadelijk kunnen gaan starten met alles. Dus oké, we hebben hier een stroompaal nodig. En dan zetten we er hier even... wat zullen we er nodig hebben? Een stuk of... Oké, ik heb geen geld meer. Oké, mooi, handig, dus totaal niet. We hebben geen geld meer, dus we gaan de stad aanzetten. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. We gaan het zo meteen allemaal zien. Oké, we gaan het zien. Ik ben echt super benieuwd. Want, oh joh, kijk hoe snel die inwoners er al bij komen. Ze hebben zoiets van, yes, we willen natuurlijk in die stad komen te wonen. Super gezellig en super leuk. Maar ja, waarvoor hebben we eigenlijk hier een industrieterrein neergelegd... terwijl er helemaal geen mensen naartoe komen? En daarnaast, waar zijn de auto's? Ik zie hier wel... Wat? Ik zie helemaal geen auto's rijden of zo. Waarom zie ik geen auto's rijden? Dit is echt super raar. Huh? Normaal zie ik toch wel een auto rijden, maar ik zie echt helemaal niks rijden. Ook niet hier bij de buitenste rij niet. Komt dat hierdoor of zo? Heb ik dat uitstaan dat er auto's of zo? Is wel misschien zoiets? Weet ik veel. Huh? Waarom zien we geen auto's? Normaal horen er auto's te rijden in dit spel. Oké, okay, waarschijnlijk heb ik een of andere mod aangezet. Waardoor we de auto's dus niet kunnen zien. Maar dat ga ik sowieso de volgende keer even aanpassen. Want ja, ik vind het natuurlijk wel tof als we wel auto's kunnen zien. Want ja, die horen natuurlijk bij het spel. Want die zorgen natuurlijk altijd voor de opstoppingen en dat soort dingen. Maar ja, vandaag dus even een aflevering zonder auto's. En dan gaan we de volgende keer zorgen dat die auto's toch aanstaan. Want ja, ik vind het wel chill als we toch wel iets van auto's hebben. Misschien dat ik het nog kan aanpassen of zo. Even kijken, kan ik het nog aanpassen? Misschien in de options of zo. Ja. Oké, okay. Want dan zou het kunnen zijn dat het door dit komt. Even kijken, no despawn, road customizer, relay, nou, dat is het dus sowieso niet. Misschien hier dan, even kijken. Ik zou het niet weten. Disable despawning, oké, okay, dus eigenlijk dat ze niet kunnen despawnen. Wat raar. Waarom rij je dan geen autospot verdorie? Oké. Okay. We rijden dus op een of andere manier geen auto's, maar ik heb het nooit uitgezet dat er geen auto's horen te rijden. Dus dat is best wel raar, maar als iemand van jullie weet van, je hebt dit misschien fout aanstaan, dan moet je dat even laten weten. Want dan kunnen wij dat natuurlijk nog eventjes fixen, dat wij wel auto's zien. Want, ik weet het echt niet. Realistic speed staat aan. Enable more realistic parking had ik al aanstaan, dat is op zich wel grappig dacht ik. Hebben we hier dan nog iets? Hey.
doen we even dit. Oké, ik hoop echt oprecht dat wij op dit moment weer auto's krijgen. Maar, ik ben er bang voor. Nee, zoals jullie kunnen zien, we hebben nog geen auto's. Maar, ja, dat gaan we zo snel mogelijk proberen te fixen. Want we horen namelijk wel gewoon auto's te krijgen. Alleen, ja, op dit moment rijden ze er dus nog niet. Maar je ziet ze hier trouwens ook niet in de... Zag ik nu een auto? Ja, ik zie auto's. Oké, nice, ik zie auto's. Maar, nu is dan nog de vraag, komen ze ook hier naartoe? Waarom komen er geen auto's hier naartoe? Ze rijden alleen aan die kant of zo. Oké. Jullie mogen ook gewoon zeggen als jullie niet... Ja, hey, de eerste auto's komen naar mijn stad. Nice, we did it. Oh, kijk. Oh, joh, in één keer. Daar komen alle auto's aan, hoor. We got auto's in de stad. Nice. En nu is het even kijken of alles goed gaat lopen. Ik hoop het echt. Ik heb hier trouwens ook een heel ingewikkeld informatieview iets. Dat heb ik gedaan zodat ik wat meer informatie kan krijgen. Bijvoorbeeld over, ik zeg maar wat, over de wind. Over de traffic. Bijvoorbeeld, is het ergens te druk of is het nergens te druk? Nou ja, zoals je kunt zien hier zo is het net misschien ietsje pietsje te druk. Maar dat moeten we dus dadelijk gaan aan... Wat de heck deed die auto daar? Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus dat gaan we heel even aanpassen. En dat kunnen we ook als het goed is aanpassen. Want deze... Ja, we kunnen eventueel deze weghalen. Of dat we deze alleen op recht doorzetten. Ja, dan moet ik heel even kijken hoe ik dat ook eens deed. Dan heb ik deze nodig en dan moet ik hierop klikken. En dan even kijken. Deze laan moet gewoon alleen rechtdoor gaan. Want als deze namelijk de verkeerde kant op gaat, dan gaan we nergens komen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, mooi. Als het goed is, hebben we hier nu geen opstoppingen meer. Hoe gaat het hier zo? Hier zo gaat het ook volgens mij perfecto. Tenminste, als ik dat zo zie. Wat ik misschien wel kan doen, nou, dat zit me nu even te denken. We gaan echt gewoon zwaar de min in, jongens. We gaan nu al de min in. Wat heb ik nu weer fout gedaan? Ik doe echt altijd alles fout hier in dit spel. En vraag me maar niet waarom ik alles fout doe, want ik weet het zelf ook niet. Het is echt altijd heel raar. In ieder geval, ik ben altijd heel slecht in het spel en ik ga altijd de min in op een of andere manier. Ja, hun hebben natuurlijk medewerkers nodig, dat snap ik ook wel. We hebben een mega groot industrieterrein, alleen ja, we hebben op dit moment weer geen geld. Ook leuk, ook altijd handig. Terwijl eigenlijk die vrachtwagens, die kunnen dus ook via hier zo nog draaien. Maar misschien dat ik dadelijk gewoon toch even zeg van dat ze niet hier hoeven te draaien, maar dat ze gewoon rechtstreeks vanuit hier naar deze weg kunnen. Misschien is er wel een beter... Hey, ja, we gaan de plus in. Oh, ik heb een tip gekregen, maar dat maakt niks uit. Ik hoef geen tips, potverdorie. Ik wil gewoon monies. Oké, nice. We got monies. Eens even kijken. Nou, dan hebben we deze nodig. Ik kan het allemaal nog niet betalen. Wat kosten die wegen trouwens? Die kosten iets van 80 per cel. Nou, dan doen we dadelijk een kleintje neerleggen. Dan doen we dadelijk gewoon deze neerleggen. En die gaat van hier naar daar. Het kost 520. We gaan op dit moment de plus in. Dus als het goed is, kunnen we die zo meteen gewoon aanschaffen. Maar dan gaan we zo meteen even kijken. In ieder geval, we moeten even uit de min komen. You can build... Oké. Holy damn it, kijk hoeveel auto's hier rijden. Zo, dat is niet normaal. Maar ik kan dan natuurlijk daar buiten kan ik dat niet editen, want dat is niet mijn weg. Als ik dit nu ook kon editen, dan ging het nog een stuk soepeler. Maar nu zie je dat hier auto's moeten afremmen voor de auto's die hier erin gaan. Zie je? Dan moeten ze even afremmen. Echt dat hier geen ongelukken gebeuren, joh. Echt als dit hier in Nederland waar de wegen waren, dan ging het toch echt zo verkeerd volgens mij. Zo, hé. Oké, in ieder geval, hoe gaat het hier? We gaan eens even kijken naar het verkeer. Het verkeer, ja, gaat perfecto. Het is hier veel te druk op deze snelweg. Maar ja, ik heb geen controle over die snelweg. Dus ik kan niks aan die snelweg doen, potverdorie. Nou, de mensen zijn niet blij, blijkbaar. En waarom ze niet blij zijn, ik zou het niet weten. Oké, nou ja, dat is handig. In ieder geval, er is genoeg stroom, genoeg water. De trafficroutes, die zijn volgens mij ook wel goed. Tenminste, als ik het zo kijk, is het even kijken... Nee, het ziet er goed uit. Tenminste. Ja, joh. Nu, wat? Wat krijgen we nu te zien dan? Oh, over waar het altijd druk is of zo. Ik denk dat dat is van de plek waar het altijd druk is. En dit is dan een rood die ik heb geselecteerd. Oké, mooi. Ja, het is echt super handig dat je alles kan zien hiermee. Want daarmee kunnen we dadelijk sowieso zorgen dat het allemaal helemaal goed gaat komen. Want wat we nu ook gaan doen is even deze weg toch even aanleggen. En dat doen we gewoon met deze naar... deze toe. En dan wil ik hier eigenlijk geen stoplichten hebben. Ja, we hebben hier wel een stopbord. Oeh, dit kan nog tricky worden, dit stuk. Ja, ik weet natuurlijk niet wat die vrachtauto's gaan doen. Kijk, wat draaien ze hier echt serieus nog steeds om? Waarom zullen ze hier draaien als je ook gewoon rechtdoor kunt? Het is toch veel makkelijker om gewoon rechtdoor te gaan? Of zeg ik nu iets heel doms?
misschien dat die mensen gewoon in dit spel gewoon niet zo slim zijn. Kijk, die vrachtwagen doet hetzelfde, zie je dat? Die draaien allemaal daar gewoon een rondje. Dus, wat ik ga doen is het volgende. Ik ga hier heel even een rotonde neerleggen. Om ervoor te zorgen dat het toch net wat soepeler gaat lopen. Want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat alles helemaal soepel gaat lopen. Want anders hebben we daar probleempjes. En die willen wij liever niet. Nou, wat ik dus ga doen is... Ik sluit deze hier zo aan. En dan maak ik hiervan... Ja, inderdaad gewoon een eenrichtingsweg. Deze die sluit ik dan even kijken met één richting op jou aan. Zoiets. Dan hoeven ze daar in ieder geval niet op te wachten. Dan kan dit stuk kan hier weg. Even kijken hoor. Dan halen we deze hier weg. En die halen we ook weg. En dan hebben we hier een eenrichtingsweg. En dan halen we deze ook weg. Ja. I got it. En die gaat daar naartoe. En die gaat daar naartoe. En als het goed is, moet nu het probleem zijn opgelost. Met de nadruk op als het goed is. Oké, we gaan het zien. Of zullen ze echt serieus nu helemaal zo om gaan rijden? Als ze dat gaan doen, nou, dan verklaar ik echt die vrachtauto's als gek. Want wie gaat dat doen? In ieder geval, ik niet. Ik ga niet omrijden. Ik zou dat never nooit doen, want je moet eerst anders helemaal naar de stad toe. Echt. Oh, wacht even. Kunnen we hier niet veel beter gewoon een iets grotere weg neerleggen? Van daar naar daar. Ik weet niet of we die wegen kunnen upgraden. Volgens mij kunnen we die upgraden. Oh ja, hier zie je een upgrade. Kijk, nice. Weg is geupgraded. Doen we die upgraden en deze upgraden en die upgraden. En dan doen we meteen die ook upgraden. En dan doen we deze ook even upgraden. En dan die ook upgraden. Oh, die gaat nu de verkeerde kant op. Oeps, dit kunnen we niet gebruiken. Want deze moet van... Even kijken. Oh, van jou. Ja, nu hebben we dus een probleem. Nee, dit meen je niet. Kom op. Ik heb het weer gesloopt. I did it. Ik heb het gesloopt. Oh, de afstand is te kort. Dus dan moeten we van dit naar dat. Wat? Waarom zo'n bocht? Afstand is te kort. Ja, voilà. Wie did it? Oké, nice. Oké, wat gaat die vrachtauto doen? Ik ben echt heel benieuwd. Gaat hij omrijden of gaat hij toch kiezen voor... Mag ik ze officieel voor gek verklaren? Wie gaat er nu echt de hele tijd omrijden? Ik zou het niet weten. In ieder geval, ik niet. Wat ik wel weet is dat we de volgende keer de stad even iets groter moeten gaan maken. Tenminste, het dorpje. Want... Oh ja, ik heb natuurlijk ook nog een afvalbedrijf nodig. Hebben die al? Oh, we zullen ze heel even koekeloeren. Hebben die? Nee, die hebben we nog niet. Oh wel, die hebben we wel. Nice. Oké, nou dan kunnen we die even hier zo ergens neerzetten. Gewoon zo op. Poef. Op een hoekie. Dan moet dat in... In principe wel goed gaan komen. Maar ja, dat gaan we de volgende keer zien. In ieder geval, ik ga het spel lekker opslaan. En ik wil bij deze jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. En check ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.